Goedemorgen, ik ben Desiree Stokkel. Het is 17 augustus 2015. Advocaat Geert-Jan Knoops moet uit zijn beroep verwijderd worden. Hij maakt opzettelijk gerechtelijke dwalingen aan om zichzelf aan de macht te houden in de media. Hij bedondert slachtoffers van gerechtelijke dwalingen met overbodige procedures. Advocaat Geert-Jan Knoops helpt het parlement, het Koningshuis, de advocatenorde, de Raad voor Rechtsbijstand en de universitaire lobby en de media bij het folteren en vermoorden van mensen. Dat zeg ik al langer, maar ik maak nu opnieuw een video omdat we nu in een samenleving leven dat burgers met zeer ernstige delicten naar de politie toe gaan. Politie heeft geen zin om op te staan en iets anders te doen dan liegen, treiteren, folteren en moorden. Burgers worden op straat vermoord. En het enige wat er gezegd wordt voor deze oorlogsmisdaad is: sorry. In Nederland worden oorlogsmisdaden gepleegd en de slachtoffers, al dan niet in de hemel, krijgen te horen: sorry. En dat is het dan. Ik word daarvoor gebruikt en ik laat me daar niet voor gebruiken. Advocaat Geert-Jan Knoops had de wettelijke plicht mij te helpen toen ik door het parlement Balkenende en de Hoge Raad gedwongen werd een rechtszaak tegen Nederland te starten bij het internationaal strafhof in mei 2007. Een Nederlandse vrouw die in een rechtsstaat leeft mag nooit gedwongen worden tot zo'n juridische procedure. Ze hebben mij voor de lol gedwongen. Gedacht dat ze mij wel het zwijgen konden opleggen, maar wel konden vermoorden. Nou, zoals jullie weten, ik leef nog, maar de MH17 mensen zijn opzettelijk vermoord in dit systeem. Dus zijn ook vermoord voor het imago van professor Geert-Jan Knoops. En bijvoorbeeld iemand als Linda van der Giezen is vermoord in dit systeem. Toen duidelijk werd dat het internationaal strafhof helemaal niet van plan was om als rechtbank te gaan werken en zelfs Ban Ki-moon het goed vindt, via een brief aan mij, dat het internationaal strafhof Europese leiders helpt bij het folteren en doden van burgers, was ook advocaat Geert-Jan Knoops of andere advocaten die zijn aangesloten bij het internationaal strafhof namens Nederland nog altijd niet van plan om deze oorlogspraktijk te stoppen. Volgens de grondwet moet een advocaat de advocatenwet en de mensenrechtenverdragen uitvoeren. Volgens de advocatenwet mag een advocaat geen persoon weigeren en niemand dwingen in een dictatuur te regelen. Ze hebben namelijk een eed afgelegd waarin ze beloven dat ze de dictatuur tegenhouden. Een advocaat is er om de rechtsstaat te waarborgen. Al die advocaten verzuimen die taak. De advocatenorde verzuimt die taak ook. De Raad voor Rechtsbijstand weigert burgers die in een 100% dictatuur leven een toevoeging te geven voor een rechtszaak tegen ministers en de minister-president bij de Hoge Raad, namelijk de wet op rechterlijke organisatie, artikel 76 procedure, is: de Hoge Raad oordeelt in eerste instantie en hoogste resort over ambtsmisdrijven begaan door leden van de Staten-Generaal. Nou, dan kan je Desiree Stokkel heten of je kan Linda van der Giezen heten. Als je Linda van der Giezen heet, mag je die procedure ook gebruiken. Dan moet je een brief schrijven aan de minister en de minister-president en dan zeg je van: de politie weigert te werken, maar ik word bedreigd en ik word binnenkort vermoord. En dat is folteren. En u heeft nu als kabinetslid de wettelijke plicht de politie te dwingen mij te beschermen. Als ze dat dan weigeren, dan kan een slachtoffer van dat systeem naar de Hoge Raad gaan en stellen dat de politici, de kabinetsleden, schuldig zijn aan een ambtsmisdrijf. En wel het allerhoogste, namelijk de grondwet, de politiewet, de advocatenwet, de rechtsbijstandswet, de zorgwet, niet uitvoeren. Dus dat is een dictatuur. Nou, Linda van der Giezen heeft niet lang genoeg geleefd om dat systeem te kunnen toepassen. Zij is vroegtijdig vermoord. We hebben in Nederland een elite moordenaarsclub die het gewoon normaal vindt dat zij mensen vermoorden en die club is oppermachtig. Wat je nu krijgt met die rechterlijke dwalingen, is dat dus mensen geen advocaat krijgen of een advocaat krijgen die alleen maar
in achterkamertjespolitiek zaken wil regelen. Dus dan word je als slachtoffer en klant behandeld zoals Hitler de Joden behandelde. En dan moet je erop vertrouwen dat die advocaat iets voor jou regelt in achterkamertjes dat goed is. Dus als je te maken hebt met een bureaucratie die moord op burgers regelt, zegt die advocaat tegen je, ik regel het wel. Die advocaat krijgt er iets voor cadeau. En als burger moet je je door een groter wordende groep ambtenaren, politie, stadhuis, advocaten, ambtenaren, rijksambtenaren, laten mishandelen zodra die advocaat weer de deur uit is. Dat heet dan rechterlijke dwaling. Nee mensen, dat heet folteren en moord. Omdat je als burger niet behandeld wordt zoals je hoort te behandelen. Je dossier wordt niet gelezen. Je wordt niet erkend als persoon met grondrechten. En je krijgt een waanzinnige lulbrief terug. Je wordt uitgelachen omdat ze weten dat je niet machtig genoeg bent je daartegen te verdedigen. Nou, dan heb je dus Desiree Stokkel, MH17, Linda van der Giezen. Maar je hebt ook al die mensen die in de gevangenis zitten. En die bekijken deze video's niet. Ik maak deze video omdat ik echt hoop dat er van vrienden, familieleden, van personen die ten onrechte in de gevangenis zitten en die daar echt hard tegen moeten vechten, deze video's zien naar mijn website gaan. Ik heb apart een pagina rechterlijke dwaling geopend. Daar heb ik een kleine selectie brieven en e-mails gepubliceerd. En die bewijzen afdoende dat bijvoorbeeld het monster Knoops, de gerechtelijke dwalingen advocaat-professor van Nederland, de internationaal rechtsspecialist, opzettelijk burgers de gevangenis in manipuleert om bij één vandaag op televisie zijn toneelstukje te kunnen uitvoeren. Om in het parlement tijdens al die overlegcommissies, adviescommissies, zijn toneelstukje te kunnen opvoeren. Of bij de koninklijke familie tijdens een of ander gezellig bijeenkomstje zijn toneel te kunnen opvoeren. Kijk, Knoops heeft altijd de plicht gehad om mij te helpen. Heeft hij nooit gedaan. Hij heeft ook de plicht gehad, samen met al die andere advocaten die je ook vindt op mijn website, om het internationaal strafhof te dwingen als eerlijke rechtbank. Dat hebben ze niet gedaan. Al die advocaten die zijn de kwaadaardige lobby, de nepveiligheidslobby, de Hague Security Delta, gaan helpen bij het uitbouwen van een bureaucratie die mensen stiekem vermoordt. We leven nu in een toestand dat we afstevenen op een gewelddadige explosie. En het volk weet dat niet eens, omdat de media altijd liegt. Ik heb de afgelopen maand met een zware reden een groot deel van de lobbyisten in de gevangenis van het internationaal strafhof gezet. Ik ben tegen al die lobbyisten, van korpsleiding, politie, tot vakbonden, tot advocatenorde, bestuur van de KNAW, bestuur en andere personen van het Centraal Planbureau, Centraal Bureau voor de Statistiek, CPG-web, hè, dat clubje dat onze privacy op het internet moet beschermen of privacy in een bedrijf moet beschermen. En anderen een internationaal strafhofrechtszaak gestart, omdat ik weet dat zij liegen over veiligheid. En die veiligheid die wordt bepaald op dat lobbyplatform. En daar vind je dan bijvoorbeeld via de Hague Security Delta, het internationaal strafhof, het internationaal gerechtshof, de NAVO, Eurojust, allemaal van die clubjes binnen de EU die praten over veiligheid. Nou, die lobby is nu een gewelddadige oorlog aan het bouwen tegen Rusland. Wij, het klootjesvolk, mogen dat niet weten. Maar ja, ik kan die lobby natuurlijk vrij goed volgen. Angela Merkel is nu de Polen en de Baltische mensen tegen de Russen aan het opzetten. En dat doet ze door gespecialiseerd defensiepersoneel te sturen naar de Baltics en naar Polen en daar een soort kamp te bouwen voor als de Russen gaan aanvallen. Obama is lid van de NAVO. De EU helpt Obama bij het trainen van het Kiev-parlement. Het Kiev-parlement gooit momenteel fosforbommen op Oost-Oekraïne. Ze zijn herstart met die oorlog, omdat Kiev altijd al het plan heeft gehad om Oost-Oekraïne plat te bombarderen, zodat zij dat grondgebied weer in bezit kunnen nemen. Daar zit Nederland tussen. Je hebt de Donetsk-regio en vlak daarboven heb je
de Donbass-regio. Het MH17-rapport wordt uitgesteld. Het zou eerst augustus komen, nu komt het weer oktober en het komt natuurlijk niet. Waarom niet? Nou, omdat de EU, het internationaal strafhof, het internationaal gerechtshof, het parlement, het koninklijk huis en dan die hele lobby, onderzoeksraad en dergelijke, hebben bepaald dat zij Kiev helpen voor behoud van hun persoonlijke arbeidscontract. En ze hebben bepaald dat zij de NAVO helpen met het bouwen van een vijandige muur tegen Rusland in de Baltics. En daar zit Obama tussen, die het leger traint in het doden van de mensen in Donetsk, Donbass. En daar werken wij dus aan mee. Dan weet je dat de Hague Security Delta gelokaliseerd is in Den Haag. Dus wat je krijgt is een totale implosie van het laatste restje recht dat wij hadden. Omdat die lobby aan de macht moet blijven. Omdat de politie zelf medelijden heeft. En mensen, de politie heeft echt zelf medelijden. Een cao is een mensenrecht geregeld in de mensenrechtenverdragen. Als een organisatie dus dan al 4 jaar lang geen behoorlijke cao krijgt, dan schrijven ze zelf een voorbeeld cao op grond van de mensenrechtenverdragen. Dan gaan ze daarmee naar de rechtbank en dan eisen ze implementatie van die cao. Dat doen de vakbonden niet, dat doet de politie niet, omdat ze alleen maar willen lobbyen en moorden. Wat je dus ziet is een totale implosie van het laatste restje rechtsstaat. In Den Haag verwacht ik een gewelddadige klimaat voor het klootjesvolk. En dat klootjesvolk, dat is niet zo slim. Het is geen Bloemendaals klootjesvolk. Dat is een groot verschil, mensen. Ik kan koninginnetje spelen, maar in Den Haag kunnen ze dat niet. Begrijp je? Dat is een persoonlijkheidsverschil. Dat is een kijk op beschaving. Dat is een specialisatie in argwaan kunnen analyseren, doorgronden en kunnen omzetten in goede psychologische structuren. In de Schilderswijk kunnen ze dat niet, omdat ze daar ook geen koninginnetje kunnen spelen. Maar ik kan dat wel. Dus wat je nu krijgt is een totale implosie van het recht in Koninginnedag in september deze winter. Je zal zien dat iedereen steeds luier wordt, omdat ze de gevangenis niet in willen. En omdat het volk ziet dat er steeds meer mensen zomaar worden gedood, omdat degenen die moeten werken, weigeren te werken. Nou, Knoops houdt dat hele systeem in stand. Knoops zorgt ervoor dat de advocatenorde corrupt blijft, dat de Raad voor Rechtsbijstand corrupt blijft, dat de Hoge Raad, Ibo Beruma, werkt nu bij de Hoge Raad. En de Radboud Universiteit en de Universiteit van Utrecht en de Universiteit van Amsterdam gezamenlijk mensen blijven vermoorden, buiten de camera om. En daarna komen die teringleiers bij Eén Vandaag op televisie of bij het NOS-journaal of bij de RTL. En dan gaan ze net doen alsof ze rechterlijke dwalingen stoppen. Nee mensen, die rechterlijke dwalingen zullen uitbouwen in omvang. Mensen zullen worden gewond raken, zullen vermoord worden of zullen heel veel ten onrechte in de cel zitten. En omdat niemand mij ergens mee helpt, heb ik de intelligentie om het te stoppen. Maar niemand helpt mij, dus ik krijg de kans niet.